aan het woord Ineke, inwoner. Ik ben samen deze gevel aan het vergroenen met mijn buren, omdat ik het gewoon super belangrijk vind om te vergroenen in de stad. En het is zo'n leuke gelegenheid om mijn buren te leren kennen. Aan het woord Suzanne Schilderman, wethouder openbare ruimte. Ja, met de omgeving vergroenen wordt je straat niet alleen leuker en kleurrijker, maar het is ook beter voor als het soms meer regent en beter voor de beestjes die er ook zijn. Het begint hier nu net te regenen. Doordat toch het weer verandert, wordt het soms opeens veel warmer en veel droger. En dan is een stukje schaduw fijn. Maar ja, soms regent het opeens ook nog een stuk harder dan nu. En dan is het belangrijk dat het water ook beter weg kan. Nou, welkom allemaal. Ik ben Charlotte Verhoeven. Ik ben de moestuinjuf. Ik vind het heel leuk dat jullie er zijn vandaag. Mensen leren vandaag de verschillende stappen hoe je een geveltuin aanlegt. Het doel van een geveltuin is dat er meer groen in de stad komt. De omgeving wordt koeler, draagt bij aan de biodiversiteit. En het ziet er gewoon veel leuker en gezelliger uit voor de mensen die daar woonden. Verschillende inwoners aan het woord. Ik heb nieuwe mensen leren kennen. En we hebben lekker samen gewerkt en nu heb ik geleerd hoe je die tegels eruit haalt en welke planten zeg maar langer meegaan. Wat ik vooral heel leuk vond was dat ze goed uitlegden wat voor soort planten je kan kiezen. Maar ik vond het ook heel handig om te weten van oké, hoe kan je nou zo'n geveltuin aanleggen? Moet je dat bij de gemeente vragen of niet? En het is ook super leuk om dat met mensen te doen die je eigenlijk allemaal helemaal niet kent. En dan binnen de kortste keren sta je toch samen te werken en in 2 uurtjes heb je een heel leuk resultaat. En groen helpt om te verkoelen en zelfs dat soort kleine tuintjes helpen daar ook aan bij. Als je als bewoner je straat ook nog wil vergroenen, dan kan dat op een hele hoop manieren. Je kan bijvoorbeeld tegels weghalen en een geveltuin maken. En dan kan je zelfs ook de tegeltaxi bestellen waarin ze hem komen ophalen voor je. En dat is ook geweldig leuk om dat samen met je buren te doen, want dan kan je een heel straatje in 1 keer vergroenen. Maar je kan natuurlijk ook een extra boom aanvragen voor bij jou in de straat. Of zelfs een stukje zelf beheren verderop in de straat, als je dat leuk vindt. Vandaag breng ik in praktijk wat ik een paar weken geleden geleerd heb. En we gaan nu samen met een aantal bewoners een geveltuintje aanleggen. Nou, het is fantastisch geworden. Ik ben zo blij dat we dit gedaan hebben, want het ziet er gewoon geweldig uit en de straat wordt er een stuk leuker van. Ik vind het gewoon superleuk en samen bouwen we aan de wijk. Dat vind ik heel belangrijk. Wil jij in jouw straat aan de slag? Ga voor meer informatie naar utrecht.nl/klimaatklaar. Deze video is tot stand gekomen in samenwerking met de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en wordt gefinancierd door EIT Community NEB. Een initiatief van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie, een orgaan van de Europese Unie.